Welkom bij Forum Insight. We gaan het hebben over Theo van Gogh, de man waarover Erik Overveen een boek schreef, een thriller moet ik zeggen, die ook deels autobiografisch is. Het heet Theo van Gogh, Delirium. Je bent hier bij ons aan tafel. Van harte welkom Erik, maar ook natuurlijk is een aanleiding dat er een grote biografie over Theo van Gogh is verschenen. Paul Cliteur, jij hebt het debat daarover nauw gevolgd, onder andere een avond met Theodor Holman en Gijs van de Westerlaken en ja. Nelleke Noordervliet en nog zo wat mensen uit de omgeving van Theo van Gogh. Maar jij zat daar natuurlijk ook dichtbij. Toen hij vermoord werd, ging jij ook om met al die mensen, waaronder ook Ayaan Hirsi Ali. En we gaan het hebben over de erfenis van Van Gogh en wat er nu eigenlijk allemaal wordt gezegd over hem en of dat wel klopt en of we niet eigenlijk stilletjes aan over de belangrijkste onderwerpen aan het heen stappen zijn zonder het te durven zeggen. Marcel de Graaf is hier onze Europarlementariër in Brussel. Er zijn boerenprotesten in heel Europa. Wat is er aan de hand in Europa? We gaan het daarover hebben. Ik wil jullie nogmaals vertellen over het boek De Grootste Misdaad Ooit van Willem Engel en Jeroen Pols. Het is net uit. Bestel het nu. Het loopt enorm hard. De eerste druk is bijna uitverkocht, hè Ralf? Ja, dus wees er snel bij. De Grootste Misdaad Ooit van Jeroen Pols, Willem Engel en de mensen van Virus Waarheid. Ze waren hier vorige week. Ik denk dat het een hele boeiende discussie was. Ook omdat het gewoon mag dat je in een wereld van gelijk gestemde in principe toch ook van mening verschilt. Daar hadden Jeroen Pols en ik een verhit debat over. Maar ja, we zijn echt als vrienden uit elkaar gegaan en hebben ook daarna nog met elkaar gesproken. Was ongelooflijk goed. Dus er is niets mis mee om af en toe wat te discussiëren, denk ik. Dat was eigenlijk alleen maar goed. En Ralf, ja, jij bent natuurlijk ook voor in ieder geval één heel belangrijk onderdeel van onze show. Ja, ik zal eens kijken. Ik dacht, ik blijf die Chardonnay vermijden. Dus ik heb nu een kelderrestant gevonden, de Riesling. En Riesling is vaak een beetje zoet en zo. Dus ik heb deze geproefd en ik dacht, nou, die is niet zo zoet. Dus een Riesling in de buurt van Frankfurt, komt hij vandaan. En dat is een hele beschaafde wijn. Ik ben benieuwd, Ralf. Riesling, dat is het gebied een beetje zo tussen Frankrijk en Duitsland in, hè? Elzas-Lotharingen. Ja. Daar is ongeveer 1000 jaar oorlog over geweest. Ja, dat vind ik, moet ik eerlijk zeggen, de wijn niet helemaal waard, hoor. 1000 jaar oorlog. Nee, maar het zuurkool komt daar ook vandaan, hè? De choucroute. Dat is wel een beter argument, ja. Zuurkool, ja. Oké, okay, jongens. Gezellig dat jullie er zijn. Ja, okay. Dankjewel. Cheers. Dank voor de uitnodiging. Ja, we gaan het hebben over Theo van Gogh, jongens. Hoe was het? Heerlijk. Ja. Ik wist niet dat het kon bij Duitse wijnen, maar... Valt dus mee, hè? Ja, is wel hoog. Ja. Theo van Gogh, Paul, jij was woest naar aanleiding van de discussie over hem. Nee, ik was zeker niet woest, maar ik was wel onthutst. Kijk, 20 jaar geleden is Theo van Gogh vermoord. En dat was een enorme gebeurtenis in Nederland. 2 november 2004. Ja, en dat maakte voor mij iets duidelijk. Althans, het was voor mij, ik denk, jee, hier gaan we nog veel mee te maken krijgen. Ik dacht, wat... En ik met name omdat dus degene die Theo van Gogh vermoordde, Mohamed Bouyeri, die op het ogenblik een levenslange gevangenisstraf uitzit, die was zo duidelijk over wat zijn motieven waren, wat zijn ideologie was. Waarom hij dacht dat het zijn goddelijk gemandateerde plicht was om deze blasfemist, godslasteraar te straffen. En ik kan me dat nog heel goed herinneren, die 20 jaar geleden, dat totaal geen indruk maakte op de omgeving. En iedereen zei, ja, vervelend. En een muur van, of een wolk van stilzwijgen daalde er over Nederland. Je had een protest hier in, waar Job Cohen, de toenmalige burgemeester, was. Die zei, er is een Amsterdammer vermoord. En ik, ja man, daar gaat het toch niet om? Dat is toch het punt helemaal niet, weet je wel? Of het is een schandelijke daad. Maar hij was ook door een Amsterdammer vermoord, hè? En dan? Hij was ook door een Amsterdammer vermoord. Dus Amsterdammer vermoord Amsterdammer. Ja. En ik snap nog best dus dat je een beetje in verwarring bent. Dat je nog niet allemaal weet te duiden op dat moment. Of Jan-Peter Balkenende, en zo gaan we niet met elkaar om. Of zo, dat soort dingen. Terwijl ik dacht, nee, we hebben te maken met een hele gevaarlijke ideologie. De jihadistische islam. En die man die spelt dat allemaal precies uit. Die Bouyeri dan wat hem beweegt. En daar krijgen we iets mee. En dat betekent heel veel. Dat betekent iets voor migratie. Dat betekent iets voor de mensen die hier in Nederland wonen en die niet geïntegreerd zijn in de Nederlandse cultuur. Het heeft allerlei consequenties voor van alles en nog wat. En dat werd dus allemaal niet benoemd.
En er werden allerlei hele verkeerde dingen benoemd. Er kwamen allemaal vrienden van Gogh naar voren. Ja, Connie Palme en Jan Mulder, voor zover jullie dat nog wel zeggen. Ik dacht, wat hebben die mensen hier nou over te zeggen? Nou, niks. Dat deden ze ook niet. Maar het was allemaal heel erg en heel naar wat er gebeurt. En wat ik nou zo treurig vind, dat is dat we 20 jaar daarna nog geen stap verder zijn gekomen. Want ik was drie dagen geleden bij een bijeenkomst in OBA, de Amsterdamse Openbare Bibliotheek. En daar zit weer zo'nzelfde club mensen zit daar aan tafel. En die zitten eigenlijk anekdotes te tappen. En Theo deed dit en hij deed dat. En ja, het is natuurlijk een soort van grabbelton. Hè? Ja. Want er zijn zoveel anekdotes over Gogh te vertellen. Maar wat er had moeten gebeuren, dat is dat de olifant in de kamer daar, hè, bij die bijeenkomst, dat was natuurlijk, waarvoor is die man nou eigenlijk gestorven? Hè? Waarvoor? En waarvoor is dat dan? Voor de verdediging van de vrijheid van expressie tegenover religiekritiek, in het bijzonder kritiek op de islam, om ook die godsdienst eventueel te zuiveren van de problematische kanten die daarmee verbonden zijn. Dat is eigenlijk waarvoor die geval. Ook om dat in dit geval toch even aan te halen, dat hij kort daarvoor een kunstzinnige soort film niet al te lang had gemaakt. Ja, Submission. Submission, waarbij, als ik het me goed herinner, een naakte vrouw, dat daar Koranteksten geprojecteerd werden. Ja. En dat was natuurlijk belediging van de profeet, volgens Bouyeri. Ja. En dat was, voor zover ik het me herinner van die tijd, de reden dat deze, wat we nu extremist zouden noemen, zich gerechtvaardigd voelde om Van Gogh te vermoorden. Ja. Ja. Wat betekent eigenlijk, wat jij zegt, het is gewoon kritiek. Nou, het is niet eens kritiek. Het is gewoon vrijheid van expressie, van meningsuiting. Ook, Die daar plaatsvindt. Maar omdat een of andere achterlijk, laat ik het maar even netjes zeggen, vindt dat daarmee hij in zijn gevoelens, religieuze gevoelens, gekwetst is, is dat dus een reden om iemand om te brengen. Ja. En daar gaat het dus niet over. Daar is nooit over gesproken. Over überhaupt dat het onzin is als het gaat over gevoelens. Mm-hmm. Wat is dat nou? Is het verboden om om je op een bepaalde manier te uiten als iemand daardoor in zijn gevoelens wordt geraakt? Echt, dat is natuurlijk ook juridisch gezien volstrekte onzin. Echt volstrekte waanzin wat daar gebeurt. Mm-hmm. En dan het alleen maar hebben over, ja, het was een tevreden roker en weet ik wat van, of ontevreden roker, dat soort dingen. Ja. Dat is volstrekte onzin. Wat ik zo tenenkrommend vond aan dat gesprek bij de OBA, was dat ze allemaal censuur steunen. Al die mensen daar aan tafel, die bijvoorbeeld Ronnie Naftaniel zat daar, hè, de man die allemaal processen heeft gevoerd, onder andere tegen Theo van Gogh, maar ook tegen mij, over dit mag je niet zeggen en dat is beledigend voor de Joden en dat mag niet. En vervolgens waren ze allemaal zo, een beetje zo aan het lachen, zo van, oh, wat jammer toch. Toen hadden we nog Van Gogh. Toen was er nog spannende polemiek. Ja, het is wel erg gezapig geworden. Dat komt door jullie. Want jullie censureren het. Geert en Waling die zit daarbij. Die bij zo'n krantje zit. Elsevier. Dat helemaal niets durft te zeggen. En Theodor Holman. Die bij de minste of geringste kritiek op Israël. Of dit en dat. Antisemitisme mag niet. Mensen moeten vervolgd worden. De partij moet worden verboden. Dit en dat. Die mensen die zijn. Dit is de censuurpolitie van Nederland. Die zit daar. Ja. En die zitten daar te smalen over hoe leuk ze het toch zouden vinden als het debat wat opener was in Nederland. Ja. Helemaal niet. Alleen omdat Van Gogh dood is, durven ze het te zeggen. Ja. Dus je hebt voor 98% gelijk, maar ik ga even aan de 2% aandacht besteden. En dat heeft met Geerten Waling te maken. Geerten deed dat op zichzelf wel goed, vond ik, tijdens dat gesprek. Want hij maakte namelijk de opmerking dat nadat Ronnie Naftaniel had gesproken over die processen die het Sidi allemaal tegen Van Gogh had gevoerd, dat hij zei, ja, maar het is ook wel zo dat er daarmee, en dat vond ik echt wel een goede opmerking, dat er een soort van jurisprudentie is gevormd op basis waarvan nu die vrijheid van meningsuiting veel verder beperkt is. Dus hij scoorde wel een punt, Geerten, vond ik.
Maar hij was een van de weinigen. Een punt in de zin dat hij dus net als die anderen allemaal zei... wat was het leuk toen er nog mensen waren die eens een keer wat anders durfden te zeggen. Maar die mensen heb je nu ook. Alleen hij doet eraan mee om die mensen te cancelen. Ja. Dus dat is wat ik bedoel. Het gaat me niet om dat zij niet... wat zij zeiden was, ik ben het mee eens. Maar het is allemaal zo hypocriet. Omdat de Theo van Goghs van nu... Ja, die worden mede door hen allemaal, worden die uit het debat gedrukt. Die kunnen alleen nog bij de andere kant terecht. Die kunnen alleen nog hier aan tafel terecht. Die kunnen alleen nog bij de alternatieve media terecht. Daar is een levendig debat. Er zijn mensen, natuurlijk niet zoals Theo van Goghs, want ieder mens is anders. Ja. Maar er zijn ook nu mensen die spotprenten maken, die over de rand zijn en zo. Dat vinden ze allemaal zo, oh, dat was dan zo leuk. Hij durfde tenminste de grens op te zoeken. En nu, het is gewoon een typisch geval van naoorlogs verzet in de zin. Dus eigenlijk is het, ik weet niet of dat voorbeeld helemaal klopt, maar de bedreiging is nu weg, soort van. En nu zeggen ze van, oh. Ja, maar ik word doodziek van de hypocrisie van die mensen. Eigenlijk zeggen ze, wat leuk toen er nog vrijheid van meningsuiting was in de mainstream media. By the way, wij hebben dat om zeep geholpen. Eigenlijk toch wel jammer. Ja, dat is het. Ja, dat werkelijk. Ja, dat bedoel ik. Werkelijk. Daar heb je dus zoek een hol en verdwijn. Echt. Maar Erik, ik denk dat jij Theo het beste gekend hebt van ons allemaal hier aan tafel. Nou, het is een groot woord om te zeggen. Ik heb je hebt ook een boek over geschreven. Ja, nou, het is eigenlijk zo dat... Geweldig boek trouwens, daar moeten we het over hebben. Dankjewel. Daar ga ik straks iets over zeggen. Oké, nou ja, het was meer dat ik een goede vriend had die films maakte en met hem in contact was. En zo heb ik hem ook zijdelings af en toe gesproken en ontmoet. En later kreeg ik een vriendinnetje, Luna, ook in mijn roman. Dus zeg maar, die actrice wilde worden en die in de kringen bivakkeerde van Theodor Holman en Column Producties. En inderdaad ook rond Theo van Gogh cirkelde. Nou ja, zo heb ik het dus allemaal meegemaakt. Want het was voor mij eigenlijk heel belangrijk om een boek te schrijven erover. Ik had meteen het gevoel dat ik het moest doen toen de moord had plaatsgevonden. Omdat ik het ervaarde als een aanslag op de kunst. Dat was voor mij gewoon echt een dreun. Gewoon. Van nu gaat alles veranderen. En dat was ook zo. Want het debat verhardde. En kunstenaars, en dat was echt voor mij gewoon de grote ontgoocheling, die begonnen zichzelf te censureren. En dat nam heel explosief toe eigenlijk daarna. Dat was een soort olievlek die over het intellectuele debat ging. Een soort angstgolf. Bijna maar een angst je zei ook het debat verhardde. Maar het verhardde dus eigenlijk niet juist. Nou, het verhardde eerst aanvankelijk... verhardde het en daarna werd het meer verdoezeld. En wat ik ook echt heel erg vreemd vond, was dat de boekjes van Theo van Gogh, zoals Allah weet het beter, al in zijn columns waren gebundeld. Boek dat een jaar voor zijn moord, voor zijn dood was uitgebracht. Dat clandestien onder de toonbank werd verkocht in sommige Amsterdamse boekhandels. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is een kantelpunt in de geschiedenis. Dit is een waterscheiding tussen twee tijdperken. En nou goed, ik beschouwde mezelf als schrijver. Ik had net mijn debuutroman Maansverduistering uitgebracht, eind 2003, dus dat was vlak daarvoor. Ik kende Theodor Holman een klein beetje. Ja, en ik zag eigenlijk dat ook de vrienden van Gogh, waar we het net over hadden, ook zichzelf begonnen in te houden. En dat vond ik heel erg opmerkelijk. Hans Thee wil ik nog wel een vuist voor ballen. Dat was de enige uitzondering. Ja, dat was even de weinige uitzondering. Met Theodor Holman zelf ook. En nou goed, ook Column Producties kreeg een enorme klap. Hè. Als je kijkt naar het hele proces van filmmaken. Hij was een enorm invloedrijke persoonlijkheid. Op televisie, in het debat, landelijk. Mm-hmm. Maar ook in de filmindustrie, daar hoor je relatief weinig over. En die implodeerde bijna. Die Nederlandse filmindustrie heeft echt een enorme klap gehad toen hij wegviel. Hij was enorm productief. En een hele hoop mensen die in de kringen bivakkeerden van hem, dus acteurs, ja, die hebben gewoon of hun baan opgegeven of die durfden niet meer. Er waren acteurs die moesten onderduiken na de moord. Ja, zoals wie? Ja, die moet kan het wel zeggen. Nou, ik kan het wel zeggen. Nee, die noemen. Nou, misschien zij duiken onder, dus waarom zouden we haar beter van openbaren? Niet. Maar we kunnen het volgende zeggen, dat bepaalde acteurs gewoon hun carrière hebben in duigen hebben zien vallen erdoor. Die stuwende kracht was weg. Ja. En, dat maar er was, is dus een actrice ondergedoken na de moord. Ja, zeker. Maar is het wel bekend. Maar er waren een hele hoop mensen die bij Submission betrokken waren, onder andere. Die in augustus 2004 was opgenomen. Op de televisie is uitgezonden. Bij Zomergasten op 29 augustus. En, dus de, en de crew, die waren een hele hoop mensen boos. Dus dat werd uitgezonden. Want zij, staan ze ergens achter een camera. Maar dan maken ze zich nog zorgen dat ze niet geliquideerd kunnen worden. Ja, ik bedoel, dat was het. Dat was het. Met de uitgever van Salman Rushdie. Hè? De Japanse vertaler werd vermoord, onder andere.
Nou ja, wat heeft die nou te maken met de duivelsvers? Dat was dan in 1989 gebeurd, iets later in dat jaar. Dus eerst had je die protest op 14 februari, Valentijnsdag 89, en later in dat jaar gebeurde dat. Het is overigens niet, mag ik? Het is overigens niet, helemaal niet denkbeeldig dat er natuurlijk gewelddadige consequenties verbonden zijn aan het soort van kritiek. Dat hebben we geleerd in 2004, die Van Gogh ventileerde. En wat weinig mensen zich realiseren, en ook niet in Nederland, wat ik eigenlijk heel gek vind, dat is dat Theo van Gogh, die staat aan het begin van een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag doorgaat en die eigenlijk direct of indirect te maken heeft eigenlijk met wat er daar gebeurd is in Nederland in 2004. Want we hebben dus in 2005 krijgen we dan de Deense cartoonaffaire. Dan krijgen we dus in Denemarken dus een aantal, en dan krijgen we de krant Jyllands Posten en dan zegt Fleming Rose, oké, dit is dus in Nederland gebeurd. Laten we eens even gaan kijken of je in Denemarken een paar cartoonisten vindt die een cartoon over de profeet Mohammed willen maken. Nou, die waren er niet veel en de paar die dus dat hebben gedaan, die zijn ook ondergedoken, net als waar we het nu net over hebben in Nederland. Ja. En dat is doorgegaan tot aan de liquidatie van de hele redactie van Charlie Hebdo, 10 jaar later, 2015. En in 2020, dat is nog maar een paar dagen geleden, is er dus Samuel Paty, over wie trouwens ook een mooi boek verschenen is. Een paar jaar geleden bedoel je? Je zei een paar dagen geleden. Jaar geleden. 2020. Ja, sorry. Ja. Dus een paar jaar geleden. Ja. Maar die Paty is onthoofd op dezelfde manier eigenlijk als Boeri dus het hoofd, en daar ligt het hoofd en daar ligt de romp. En dat is dus met Theo niet gebeurd. Met Theo van Gogh dan, hoewel Boeri dat wel had gewild. Maar dat schijnt nog niet zo makkelijk te zijn om iemand te onthoofden. Maar daar hebben we dus mee te, we hebben er eigenlijk tot op de dag van vandaag mee te maken. Maar het is een zodanig pijnlijk onderwerp dat onze autoriteiten die willen er niet over spreken. Onze politici willen er niet over spreken. Onze AIVD wil er niet over spreken. Ons NCTV wil er niet over spreken. En mind you, ook de vrienden van Van Gogh, althans so-called vrienden, die willen er ook niet over. Wat hadden ze dan moeten zeggen? Wat valt er dan over? Wat je ervan kan zeggen, dat is dat, we zijn nu 20 jaar later. Dan zal ik even dagafsluiting doen van Theo van Gogh is vermoord 20 jaar geleden voor een hele duidelijke zaak. Ter verdediging van, nou dat neem ik dan mee van Erik, de artistieke vrijheid, de vrijheid van expressie, de vrijheid om religieuze ideologieën ook vrij te bekritiseren. Huh? Ja. En daar is een gewelddadige reactie op gekomen, waartegen de Nederlandse autoriteiten hem niet hebben kunnen beschermen, hoewel er allerlei tekenen waren dat ze dat wel hadden moeten doen. En tot op de dag van vandaag doen die Nederlandse autoriteiten dat niet. Gisteren heeft minister Jezielkus van Justitie en Veiligheid nog gezegd, en dat is per se best heldhaftig, maar ik denk niet dat ze het kan handhaven. Die heeft gezegd, die Koranverbrandingen door die Wagensveld, nee hoor, dat gaan we niet wettelijk verbieden. Oké, dan denk ik, dat is een ferm standpunt. Aan de andere kant denk ik dat, in feite zijn we vogelvrij. Want die jihadisten die komen uit Pakistan, Afghanistan. De grenzen zijn zo lek als een mandje. Die mensen komen binnen. Ja. Maar het is ook niet zo dat er nou elke week iemand vermoord wordt. Hè? Dus het valt ook wel weer mee. Even deze. Want dat is iets wat heel vaak gezegd wordt. En kijk. Er zijn een heleboel gevaren. De meeste mensen overlijden door slecht eten en te veel wijn drinken en dat soort dingen. Ja? En niet door jihadistische aanslagen. En door dus als je het gewoon op de frequentie van de slachtoffers. Dan is het niet veel. Maar het heeft een soort van deken over heel Europa gelegd. Er is geen enkele krantenredacteur die het in zijn hoofd zal halen. En helemaal de systeemkranten al niet om een cartoon te herpubliceren. Er is geen enkele. Maar ook niet over Joden. Daar durft al helemaal niemand een grap over te maken. Dat is om een en dan zit daar dus aan tafel Ronnie Naftaniel, die de prins is van dat censuursysteem. Dus ik weet het niet. Maar Joden vermoorden je niet op het moment dat je wel een grap over ze. Nee, maar je kan wel veroordeeld worden. Je verliest van je hele leven. Ja, dat is waar. Je wordt op een andere manier gepakt. Als je iets anders vindt van Oekraïne, zoals ik, dan kom je op een dodenlijst. Er staat een Oekraïnse dodenlijst. Dat lijkt er een beetje op. Dus die lijst lijkt erop. Dat vind ik ook wel. Dus er gebeurt een heleboel in de wereld. Er zijn een heleboel krachten en machten aan de gang die op alle mogelijke manieren censuur
implementeren. Er zijn een heleboel dingen die je niet mag zeggen. Er zijn een heleboel historische gebeurtenissen of quasi-gebeurtenissen waar je geen vragen bij mag stellen. Er zijn een heleboel ethische en morele taboes in elke samenleving. Ik ben het met je eens dat wij ons moeten verdedigen tegen massa-immigratie. Maar ik vind niet dat de moord op Van Gogh in die zin uniek was. Ik denk dat er zijn een heleboel mensen vermoord. Recentelijk nog Jeffrey Epstein. Als hij tenminste niet nog leeft. Maar die man heeft geen zelfmoord gepleegd. Dat weten we wel. Dus ja ik focus nu even op een heel... Daar heb je gelijk in. Dat het niet uniek is. Maar, ik zeg er toch een maar bij. De moord op Van Gogh. Daar, voor die tijd zagen we niet zo duidelijk een moord om een... Belediging. Zeg maar, ongewenste mening. Ja, Pim Fortuyn, kort daarvoor natuurlijk. Ja, dat is een goed parallel. Die kunnen we ook even behandelen. En Van Gogh zitten in hetzelfde pakket, zou ik maar zeggen. En ook in dezelfde periode. Maar als je de, zeg maar, 10, 20, 30, 40 jaar daarvoor neemt, werden er eigenlijk in Nederland geen mensen vermoord om hun mening. En het erg is, en daar dat hoor ik Paul eigenlijk ook zeggen, is dat we een overheid hebben, en misschien zeg jij dat ook wel, die censuur keihard ondersteunt. Ja, dat is waar. Keihard ondersteunt. En dat is het erge. Dus, en die zelfs zo ver gaat dat ze gewoon... Niet keihard, maar lafjes. Dat nou, is lafjes, nog het ze halen... Ze halen halen XIS... terroristen gewoon binnen. Ja. Die komen gewoon mee met die hele asielstroom. Klopt. Die krijgen ook gewoon lekker een uitkering en een huis. Mogen hun met gezinshereniging hun hele familie binnenhalen. En dat is wat die overheid doet. Die helpt gewoon dit soort extremisten, islamitische jihadisten. Die helpt ze gewoon, ondersteunt ze gewoon. Ja. Al tientallen jaren. En daar is na Van Gogh is daar niks mee veranderd. Dus ik ben daar eigenlijk vind ik dat nog het meest schokkende zeg maar voortzetting van wat er toen gebeurde. Dat de overheid niet zegt van luister eens, we hebben hier een verzuiling gehad in Nederland, maar waar er echt groepen waren die volkomen tegengesteld stonden tegenover elkaar, dat hebben we met z'n allen weten op te lossen. Want dat was zo, hè? Dat waren de socialisten en de protestanten en de katholieken. Dat waren allemaal zuilen. Nu hebben we daar een andere groep binnen gehaald, moslims. Maar die hebben wel het recht. En die steunen we wel. Want daar komt het eigenlijk op neer met het censureren van anderen en hun mening opleggen. Waarom gebeurt dat dan eigenlijk? Nou, dat heeft een van de weinigen die eigenlijk in de voetspoor van Theo van Gogh kan treden, wat mij betreft. Arthur van Amerongen, columnist. Voor onder andere Geen Stijl, ex-Volkskrant. Die heeft mij dat heel duidelijk uitgelegd een keer. Hij zei, Erik, je kunt alles zeggen over de islam en kritiek uitoefenen eigenlijk 24/7 zonder grenzen. Maar je gaat niet over de grens om de profeet te beledigen. Want dat is eigenlijk de final frontier. Mm-hmm. Als je daar overheen gaat, dan kom je dus zeg maar in conclaaf met de hadithen. Dus de vroege overlevering van de profetie van Mohammed. En daar moet je van afblijven. Dus dat zie je ook. En bij bijvoorbeeld de drie meest spraakmakende aanslagen die ons bijstaan. Salman Rushdie, 2022 nog, hè? In New York, die tijdens een lezing door een jihadist nog werd aangevallen eigenlijk vanwege de duivelsverzen. Samuel Paty, die cartoons had laten zien in de klas. Maatschappijleer, eigenlijk om de vrijheid van meningsuiting ook onder moslimjongeren duidelijk te maken. Dus die werd onthoofd. En Theo van Gogh deed dat wel met de profeet. En dat is gewoon een grens. De moslimprofeet, hè? De moslimprofeet. Moslim. Binnen Forum hebben we ook allerlei profeten. Ik ben de profeet. Wie bedoel je nou, joh? Ik ben talloze profeten. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar vergelijk dus met Gerard Reven. Die zijn befaamde ezelsvergelijking had. Als ik het me goed herinner. Dus waarbij die christenen tot op het bot, tot in de diepst van de ziel kwetsten. En dat kon allemaal. En hij hoefde niet voor zijn leven te vrezen. Nog geen moment, nog geen seconde, nog geen dag. Nee, maar dat is dus die laatste grens. Dat komt Thierry heeft wel een punt. Als hij trekt het even heel breed. En dat vind ik prima. Ik wil het, naar aanleiding van Van Gogh wil ik het verengen. Maar als ik het nou even breder trek. Kijk, op het moment dus dat er in Gent een man klaarstaat met een
paraplu aan jou op je hoofd begint te rammen. En vanwege het standpunt dat je hebt ingenomen over Rusland en Oekraïne, dan gaat er daar al iets heel erg fundamenteels mis. Op het moment dat je dan ook nog ziet dat ook ze dus in Oekraïne gewoon lijsten hebben met de critici van het land. En jij komt daarop, dan gaat er iets mis. Op het moment dus dat de minister van Justitie zegt, tja, dat is een lijst in Oekraïne, heb ik ook verder geen zeggenschap over. Dan gaat er iets heel erg verschrikkelijk mis. Op het moment dat Mark Rutte zegt, ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, maar ik ben het ermee eens. Dat eindigt in Volkert van de G. De staat staat niet voor de grondrechten. Daar ben ik het mee eens. De grond, ja, dat gaat toch veel verder. Dus, die lijst is er. Ja, dat is een lijst in een ander land. Dat is op zich waar. Maar dan wel meetekenen voor 50 miljard naar die gasten. Nee, verschrikkelijk. Er moet weer 50 miljard. Verschrikkelijk. En dat is hetzelfde met die bierflesmannetjes daar in Groningen. Nee, wat ik bedoel is je wil dus eigenlijk veiligheid zeggen. Dat is jouw standpunt. Jij vindt dat de staat dat zou moeten doen. Maar wij kunnen observeren, gewoon empirisch, dat niet gebeurt. En dat politiseer ik dus, ook. Ja, nee, ook. Dat is prima. Maar waar staat de staat dan wel voor? Kennelijk. Kennelijk staat de Nederlandse staat niet voor pal voor de vrijheid van meningsuiting en voor de grondrechten van haar burgers. De Nederlandse staat voert een bepaalde ideologie onder het mom van grondrechten, democratie. Maar eigenlijk doen ze dus iets anders. Wat doen ze dan eigenlijk? Het is volgens mij een don't rock the boat beleid. Dus, juist. Zoveel mogelijk polarisatie proberen te vermijden. Ja. Van, de mensen met de langste tenen krijgen de meeste aandacht. Ja. Om te voorkomen dat er reuring ontstaat, moet allemaal rustig blijven. En het effect daarvan is dat de polarisatie juist toeneemt, omdat er geen ferme stelling wordt genomen. Ook niet als het wel nodig is. Was Job Cohen de belichaming, de vlees geworden? Ja, ik denk dat don't rock the boat, burgemeester. Papa en nat houden. Ik denk dat papa en nat houden de rode draad is in het. En onderschatting. Dit is de verdediging daarvan overigens. Geert Mak. Dat is dus 1 jaar na de moord op Van Gogh. Als je aan mensen vraagt, ken je Geert Mak? Dan zeggen ze Geert Mak. Gedoe tot kwetsbaarheid. Dus dat is nou precies, dat is Nederland. En wat zegt dat nou in 3 zinnen? Tja. Je hebt agressieve verbale hooligans. Ja, dat is Theo van Gogh. Ja, dan heb je ook verbale mensen. Ja, die niet helemaal. Ja, dat moet ze natuurlijk niet doen. Maar die gaan dan gewelddadig reageren op het verbale geweld van Van Gogh. Dat is de typisch Nederlandse beleidsvisie die Geert Mak vertegenwoordigt. En dat doet ook Ian Buruma. Die wordt ook af en toe nog van stal gehaald om dat naar voren te halen. En in die traditie. En dan komen we weer terug bij Erik. Zie ik ook dat boek De Bolle Gogh van de zoon van Job Cohen. Dat is een waaier van leuke anekdotes. En Theo had deze kant en die kant. Dus. Maar de kern van de vraag is natuurlijk, hoe ga je als staat weer maar opstellen ten opzichte van dat geweld dat verbonden is met die jihadistische islam? En dat bij dat en moeten. En is het dan niet effectief? De opstelling niet even, want je zou ook kunnen zeggen, dus het is eigenlijk wel effectief geweest, want er zijn daarna niet echt meer aanslagen geweest. In Nederland niet zo heel veel, maar in Frankrijk heel hier veel. Hier en daar, maar. Maar wacht even, het is ook niet helemaal waar. Nou goed, maar dat is misschien de prijs van de massa-immigratie. Nee. Kijk, als je nou. Stel, je had wel een gevolg. Je had een soort lik-op-stuk beleid gekregen. Dus je was begonnen met 20.000 families te deporteren. Als wraakactie voor de moorden van Gogh. Vervolgens zou je alle moskeeën sluiten. Als je dat gaat doen. Dan krijg je stelt veel niemand, meer dan krijg je een burgeroorlog. Zeker. En wat had je dan moeten doen? Wat er moet gebeuren, dat is dat je allereerst moet erkennen dat je te maken hebt dat die moord op Theo van Gogh, die heeft een hele duidelijke ideologische achtergrond. En dat zijn de opvattingen van deze meneer Bouyeri. Deze opvattingen van meneer Bouyeri zijn niet hele bizarre private opvattingen van meneer Bouyeri. Die zijn representatief voor een veel groter geheel. Ja. En daar hebben we iets mee te stellen als Nederlandse staat. Maar dat is zo abstract. Zo abstract iets mee te stellen. Wat wil je dan doen? Je hebt 1 miljoen van die mensen in je land. 1 miljoen. Ja, en er komen er elk jaar komen er 100.000 bij. Ja. Wat ga je doen? Nou, om te beginnen dat dus niet toelaten. Nee, dat snap ik. Ik snap dat wel. Ja. Alleen,
kijk, dit zijn mensen die zijn allemaal onderdeel van een internationale elite die in de geheime regionen waar de echte besluiten worden genomen, hebben besloten dat Europa demografisch getransformeerd en omgevolkt zal gaan worden. Nou, dus zij kunnen dat niet, daar kunnen ze helemaal niks aan veranderen. Dus ze zijn burgemeesters in oorlogstijd. Ze kunnen alleen maar machtig zijn zolang zij de echte machten achter de schermen niet voor de voeten lopen en niet tegen in de haren strijken. En ja, dus de dingen die je zou moeten doen om er echt een eind aan te maken, die kunnen ze helemaal niet doen. Dus wat moeten ze doen? Het enige wat ze kunnen doen is pappen en nat houden. En hopen dat het een heel klein beetje geleidelijk gaat, toch? Ja, zoveel ruimte heb je toch helemaal niet? Vind je wel een ruggengraat moeten krijgen? En wat dan? Wat moet je dan concreet zeggen, doen? Geef mij nou eens drie beleids... Geen asielzoekerscentrum hier in mijn gemeente. Begin daar eens mee. Gewoon niet. Ik vang ze niet op. Zoek het uit. Oké, dus je wil een immigratiestop? Immigratiestop, natuurlijk. Grenzen dicht. En ook die mensen die zijn hier toch ook. Ja, en voor zover ze illegaal zijn. Nou, wat is er mis met de Rwanda-optie? Ze hebben allemaal een paspoort weggegooid. Je weet niet waar ze vandaan komen. Wij hebben de stelling. Als niet bekend is welke nationaliteit je hebt, ben je Rwandees. Overeenkomst met Rwanda en hup, wieberen. Gewoon eruit. Ja, remigratie. Nou, dat is maar één voorbeeld. Hè, van je kan natuurlijk 100.000 maatregelen verzinnen. Maar het begint met de ruggengraat. Begint met. En dit is gewoon een stap te ver geweest. We moeten stoppen. En dan kan je zeggen. Ja, maar het ging eigenlijk toch wel goed. Want er zijn geen aanslagen geweest. Nee, het waren allemaal verwarde mannen. In Nederland hebben we heel veel verwarde mannen gezien. Die mensen hebben gedood. Dat is natuurlijk de en die hadden ook nog. En die hadden ook nog een suikerdip. Dat is de officiële de-escalatie. Dat ze met een auto gewoon op mensen ingereden zijn. Maar het waren wel allemaal qua ideologie die jihadisten. Je hebt dus 1 miljoen mensen, even 1 miljoen moslims heb je naar Nederland gehaald. Als je die mensen met het mes op de keel vraagt. En agressie is een stuk dichterbij bij Maghrebianen en Turken dan bij Blanken. Dus als je die mensen een beetje triggert en een beetje boos maakt, voor je het weet, slaat gewoon de vlam in de pan en heb je een volstrekt onbeheersbare situatie. Ik snap een beetje advocaat van het Duitsland. Ja, dat is ook heel leuk. Maar ook omdat ik wil dat je dan ook echt concreet wordt. Nee, wat had Job Cohen dan in godsnaam moeten doen? Hij had om te beginnen moeten, al zegt hij maar, lieve mensen, ik weet ook maar geen raad met deze situatie. We zijn overvallen door iets heel ernstigs. Ik ga dat heel serieus in studie nemen. We gaan om te beginnen, gaan we alle kaarten op tafel leggen en gaan we discussiëren over datgene waar we hiermee geconfronteerd worden. En dan kom ik terug op het boek van Erik. Discussie. Een discussie, ja. En daar zit het dialoog. Klinkt toch als van, we gaan een commissie instellen. Ja, experts. We gaan een commissie instellen om dit te bestuderen. Nou, het begint wel met het erkennen. Bestuderen. Ja. En het begint. Ik wil even mijn punt over Erikse boek maken. Moet tegenmacht. Je moet dus dan op een gegeven moment. Wat ik goed vond dus van Delirium, het boek van Erik, die nu bij ons is. Dat is als je die dialogen die mensen in jouw boek voeren, dan krijg je een palet aan standpunten. Ja. Dan krijg je een beeld bijvoorbeeld van een jihadist die zijn overtuiging neerlegt en die dat verwoordt en iemand anders die er tegenin gaat. En als je zo'n boek leest, dan denk je, hey, interessant. Daar leer je wat van. Niet van Ian Buren, maar die zegt, ach jongens, don't rock the boat en zo. Of van, laten we niet polariseren. Zo. Daar leer je niks van. Nou, dat is gewoon de Nederlandse. Ik denk, Paul, dat ik zelf in de gevangenis belandde, helaas, door een fraudedelict 10 jaar geleden. En daar ben ik natuurlijk niet trots op. Maar ja, goed, zo ging het. En als schrijver denk je toch altijd, dat pik ik toch maar even mooi mee natuurlijk. Ja, tuurlijk. En maar ik kom natuurlijk in contact met die mensen. Heel veel moslims. En die gingen ook voor me koken en met me praten. En die wilden van alles weten. Ik raakte ook bevriend met hen. En er zaten ook extremisten tussen. Maar ja, dat is natuurlijk een schatkamer aan informatie voor een auteur. Want dan maak je naar de extremisten. Dat moet je doen eigenlijk. En ik dacht, dat is wat ook, zeggen die mensen? Ja, dan moet ik Sander Campagne van de andere krant ook meegeven. Hij zei van, kijk, je hebt natuurlijk wel een beetje een zwarte bladzijde in je verleden. Maar tegelijkertijd, door jouw levenservaring en eruditie, ben je juist wat iemand leerde die... Wat leerde je dan?
Nou ja, ik had sowieso heel veel tijd om te studeren daar op kosten van. Nee, maar over dit onderwerp. Wat? Nou goed, dat heb ik natuurlijk in Delirium uitgebreid beschreven, maar we hadden maar een hele discussie. Heeft dat gelezen, die nee, kijkt. Precies, maar die kan hem wel gaan lezen natuurlijk. Ja, nee. Gaat lezen. Ja. Moet maar. Nee, zeker. Nou ja, heeft felle discussies, omdat daar zag je al dat gematigde moslims in de conclave raakten met extremistische denkers op dat gebied. Mm. Nou, en dat zorgt eigenlijk voor ook heel veel spanning, niet alleen in de detentie op de afdeling, maar ook ja, dus onderling. Maar het zorgde ook voor ja, steeds meer verdeeldheid. Dus je zag er eigenlijk een mini-maatschappij die ook reageerde op alle. Nou ja, volgens mij wat was dat toen? Want ik zat daar later dan dat ik het in het boek heb gesitueerd. Dat was in 2015 met Charlie Hebdo. En toen kreeg je hele felle discussies en eigenlijk ook heel veel ruzies tot handgemeen aan toe en erger. Tussen ook moslims en gematigde en extremistische moslims. En dat vond ik heel interessant om allemaal op te tekenen wat hun fundamenten waren. En daar zag je ook ja, dat er gewoon heel veel meningsverschillen zijn over de Koran. Dus die zijn het ook met elkaar totaal niet eens. En nou ja, dat onder andere. Ik had die scène eigenlijk wel willen voorlezen, maar ik weet niet meer precies waar die zich bevindt. Ergens achter in het boek. Dat is heel goed, illustreert dat heel, heel goed. Ja, sorry, maar ik heb toch het gevoel dat het een beetje wegloopt. Want er is een soort sentiment hier aan tafel, wat ik ook heel lang heel erg gedeeld heb. Hè? En ja. In principe nog steeds deel van, jongens, kom op. Als ze een van ons pakken, dan slaan we terug. Ik snap dat allemaal wel. En ik ben ook tegen immigratie en dat soort dingen. Maar als je nou eens verplaatst in die bestuurders op dat moment, dan zou ik het leuk vinden als jullie wel echt wat concreter. Wat moeten ze dan doen? Okay. Want je weet het. Meer zo werkt het al. Organiseren. Ja, debat. Je weet toch hoe het gaat op straat. Dus Marokkanen en zo, altijd in groepjes. En als je eentje pakt, dan krijg je de oom en iedereen gaat mee. Dus die clan-loyaliteit, die is veel sterker dan bij ons. Wij zijn, blanken zijn heel erg geïndividualiseerd. Dat hebben zij niet, veel minder. Dus die familiestructuur is sterker, de tribale structuur is sterker. Ja. Dus je hebt wel echt te maken met een heel ontvlambaar probleem. En ik vind dat toch eigenlijk dat redelijk goed geïsoleerd is gebleven. Als je bedenkt wat een worst case scenario had kunnen worden na de moord op Van Gogh. Hè, een represaille maatregelen, dit, dat. Voor je het weet heb je gewoon daadwerkelijk een burgeroorlog. Maar aan de andere kant. Een Cohen die moet gewoon zeggen, dit is een grens. Hier is de grens. En dan? Ja. En dan niet thee gaan drinken. Want dat was zijn reactie. Waarom niet? Ja. Wat is er mis met een kopje thee drinken? Omdat je vanmiddag nog tegen. Omdat het een fout signaal is. Fout signaal. Wat is dan het foute signaal? Dat is van je hebt iets. Jullie horen erbij. Dat was het signaal. Je hebt iets heel erg verkeerds gedaan. Je hoort erbij. Nee, je hebt iets heel erg verkeerds gedaan. Je moet in de hoek staan. Ja, dat kan. In een etnostaat als Israël kan dat doen. Israël kan dat doen, want die hele commandostructuur, dat zijn hun eigen mensen, geheime dienst, hun eigen mensen, leger, hun eigen mensen. Zij kunnen dat doen. Dat kan toch in Nederland helemaal niet meer? Kijk, ik zeg niet. 30 jaar geleden had het misschien gekund, maar dat kan nu niet meer. Maar het is natuurlijk waar dat binnen die islamitische gemeenschap er heel veel verschillende meningen zijn en dat er juist ook moslims naar Nederland echt gevlucht zijn vanwege hun gematigdheid. Zeker. En die hier naar het tolerante Nederland wilden komen. Ja. Omdat ze als soefi of noem maar wat in hun eigen land werden vervolgd. Ja. Weet je, dat is allemaal prima. En die mensen die kan je ook allemaal omarmen. Daar is niks mis mee. Ja. Ja, maar het gaat natuurlijk om die groep. Extremisten. De fout die jij maakt, volgens mij, dat is dat je zegt van ja, het gaat eigenlijk wel redelijk, want we hebben niet zoveel slachtoffers. Terwijl wat je moet doen, dat is dat je moet realiseren dat er een hele hoop dingen niet meer kunnen. He, ik heb hier dus bijvoorbeeld een fotootje, dat vind ik. Dat is ook zo. Dat ben ik wel dus, mee eens, maar ik heb die mensen ook niet binnengelaten. Ik heb er ook niet om gevraagd en ik heb er ook geen toestemming gegeven. Maar als ze zijn hier.
Ja, maar ja. Dan moet je. Nou, en daar moet je dus op de een of andere manier mee dealen. Kijk, ik vind dit een heel mooi plaatje. Ik zal straks even naar de andere kant laten zien. Het is een boek van mij, Theater Terrorism versus Freedom of Speech. En dan zie je een cartoonwedstrijd. En daarvoor staat eigenlijk gewoon iemand, een militair met een mitrailleur. En die zegt, ja, om dit mogelijk te maken, een cartoonwedstrijd, heb je mannen met mitrailleurs nodig die dat beschermen. Ja? En dat is de menselijke conditie. Ja. Waar mag, daar taboes. Dat was heel lang niet het geval. Jawel, het wel degelijk. Nee, alleen de taboes waren zo sterk dat jullie daar nooit over hebben nagedacht. Ga maar eens een taboe, ga maar eens een cartoonwedstrijd doen over de Holocaust. Hartstikke leuk. No way dat kan in Nederland. Vrije Westen. Maar er is alleen een nieuwe macht bijgekomen. Er komen alleen geen mensen met mitrailleurs die zeggen van we gaan jullie allemaal neerschieten. Je krijgt een proces wat je eventueel verliest. Je gaat gewoon de gevangenis in. Je hele leven wordt kapot gemaakt. Nou. Elke groep vecht met de middelen die zij tot haar beschikking heeft. Om haar eigen taboes en haar eigen totems en dingen die ze belangrijk vinden op te leggen aan anderen. Ja. Elke samenleving heeft taboes. Elke machtsorde heeft taboes. En waar jullie nog een beetje in zitten, dat is in de aanvaarding dat als je 1 miljoen moslims naar Nederland haalt, dat consequenties gaat hebben. Ja, dat gaat consequenties hebben. Ja, oké. Maar ik vind het wel interessant. Moet je toch een antwoord op hebben? Wat wil je dan voor antwoord? Nee, maar het is interessant dat jij dan zegt van, nou ja, Cohen heeft eigenlijk heel goed gedaan. Ja, dat zegt hij. Dat vind ik wel een... Nou, ik ben natuurlijk hier in een rol als gespreksleider. Dus ik wil jullie ook triggeren om het achterste van je tong. Wat had hij dan moeten doen? Ik ben daar gewoon wel benieuwd naar. En ik vind het antwoord, eerlijk gezegd, Dan doe ik het puntsgewijs. Ga ik proberen het puntsgewijs te doen. 1. Erkenning van een probleem is al heel wat. Hè? Erkenning van een probleem. Er is een probleem met jihadisme. Dat hebben ze toch... Dat is de algemene... Ja? Nee. Dat is interessant. Misschien. Je moet dus de rapporten van de IVD gaan lezen. Dan zeggen ze dat wel ergens. Maar je moet toch een minister van Justitie hebben die op de Dam, die dan naar voren komt en zegt, wat je nu net zegt, we hebben een probleem met jihadisme. Heb je dat gehoord? Van Cohen? Van Balkenende? He? Hoor je het nu van de minister van Justitie? Niemand zegt dat. En dat zeggen ze niet omdat ze bang zijn om, ja, etnisch-religieuze minderheden te beledigen of in een gemarginaliseerde... Maar de geheime diensten hebben echt wel... Ja, die weten dat echt wel. Maar dat krijgt in het publieke debat krijgt dat eigenlijk heel weinig aandacht. Maar misschien is dat iets anders. Om de polarisatie in de samenleving te voorkomen. Hè. Ze zijn bang dat er dan een polarisatie in de samenleving ontstaat. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, maar ik zeg, die in die verzelfde samenleving, die was vreselijk gepolariseerd. Die was echt dat we leefden echt in Nederland in een gepolariseerde samenleving. Het ging zover, dat is een bekend voorbeeld, van dat je een protestantse en een katholieke en een socialistische geitenfokvereniging had. Ja. Zo gescheiden was dat. En dat stond allemaal tegenover elkaar. Dus die samenleving die was vreselijk gepolariseerd. En toen kregen we volgens het tijdperk van polderen. Mm. En dan moest het allemaal. En daar komt dat pap en nat houden vandaan. Nou ja, jij zal dat ook nog wel heel goed weten, Ralf. En iedereen werd dan een beetje over de pol geaard. En toen verdwenen die scherpe kantjes en die tegenstellingen. Ja. Maar ik ben niet bang voor polarisatie. Want wij konden als Nederlandse samenleving uitstekend met die polarisatie omgaan. Dat ging gewoon prima. En dat werd dan op politiek niveau werd dat uitgevochten daar in die Tweede Kamer. Nou ja, en in die tijd, dus 20 jaar geleden, was het probleem hanteerbaarder, ook qua aantallen, denk ik, dan het nu is. Dus als in de tijd had Cohen inderdaad, denk ik, veel duidelijker kunnen aangeven, zonder nou ruzie te zoeken bij wijze van spreken, maar wel duidelijk kunnen aangeven waar ligt het probleem nou. Ja. En was dat een trigger geweest om te zeggen, jongens, we moeten toch even koelen met dat grootschalig binnenhalen van mensen uit die wereld. Ja. En dan hadden we nu een veel hanteerbaarder vraagstuk gehad. Ja. Want je hebt gelijk, nu er 1 miljoen moslims zijn in Nederland, moet je gewoon dealen met die situatie. En is dat een deel van Nederland geworden? Ja, of je het nou leuk vindt of niet. En er zitten ook hele leuke dingen aan trouwens, want daar denk ik de hele tijd aan. Prachtige meisje. Op het moment dat de staat jou steeds meer onder druk gaat zetten, is het heel prettig om een grote groep mensen te hebben die veel sterker dan wij tribaal georganiseerd zijn. En een veel sterkere tegenmacht kunnen organiseren. In de coronatijd waren ze onze bondgenoten. Ja, dat vond ik een echte...
Dus ik kijk er sinds die tijd ook wel wat anders tegenaan, moet ik zeggen. Enerzijds is er gegeven, ja. Want je kunt onmogelijk dat nog terugdraaien. En anderzijds zitten er ook wel een aantal versterkingen in van het burgergevoel, wat wij weggegooid hebben. Ja. Nee, maar daar moet je volgens mij ook niet over. Je moet niet praten over de moslims als groep. Je moet ook niet praten over de islam als godsdienst. Maar je moet het hebben over de jihadistische islam, wat een minderheid is, die een disproportioneel grote invloed heeft op de gang van gebeurtenissen. Ja. Dat moet je als het ware isoleren. En daar moet je beleid op hebben. He, dus daar moet een minister van, niet alleen justitie, want je vroeg net, wat doen ze dan wel? Nou, over justitie praten, over rechtvaardigheid praten. Maar ze is niet alleen, in dit geval hebben we nu een vrouw, mevrouw Yazılgöz, ze is niet alleen de minister van justitie, maar ze is ook een minister van veiligheid. En zij moet dus zeggen, jongens, dit zijn mijn plannen over de veiligheid. En die jihadistische islam, die zou ik dit en dit en dit op deze en deze en deze manier gaan aanpakken. En als jij zegt, ja, er is helemaal geen plan. Oké, dan moet er een andere minister komen die wel een plan heeft. En dat moet in de Tweede Kamer worden neergelegd. En, dan moet er gezegd worden, jongens, we zouden eigenlijk weer terug moeten naar een Nederland. Het plan is hetzelfde wat 99% van de families doen als er een ruzie is of een pijnlijk onderwerp, dat ze het een beetje niet over hebben. Zeker. In de hoop dat het een beetje weg-ebt. En dat de natuurlijke neiging van mensen om geld te verdienen en gewoon hun leven te leven, sterker is dan de natuurlijke neiging van mensen om een abstracte ideologie te omarmen. Dat is de strategie. Ja. Jawel, maar het kan niet zo zijn dat als jij weet, en een AfD die moet dat weten, dat er in bepaalde moskeeën echt die jihadistische ideologie wordt gepreekt. Mm-hmm. En die waarde in die periode zeker. En nu durf ik dat niet te zeggen, omdat het nu allemaal wat diffuser en verborgener lijkt te zijn. Maar toen was dat heel duidelijk. En toen had een minister van Justitie en Veiligheid kunnen zeggen, daar gaan wij eens even het Openbaar Ministerie vragen om er eens even heel goed naar te kijken of dat niet over de grens gaat wat daar gebeurt. Dat zijn signalen naar die specifieke groep toe van jongens, jullie liggen nu onder een vergrootglas, want je zijn de grens overgegaan en dat kan niet. Welke minister van Justitie, want laten we het ook maar even concreet maken. We hebben dus nu Dilan Yazılgöz en daarna hadden we Fert Grapperhaus. En daarvoor hadden we, die is weer wat verder terug. Dus Heersch Balin, Donner. Opstelde. Geen van deze mensen, hoewel ze expliciet ook allemaal die veiligheid in hun opdracht hebben zitten. Geen van deze mensen heeft heldere taal gesproken over deze ideologie waar we het nu mee hebben. Die aan het woord komt in het boek van Erik Overveen. En die niet aan het woord komt bij Buruma en bij Mak. En ook niet in de Bolle van Gogh. En toch is dat enorm. En een van de redenen was ook, ik haal hem toch nog maar weer terug. Ja. Het zou Wilders in de kaart spelen. Precies. Dat was ook een belangrijke politieke afweging. Precies. En we zitten nu dus in een situatie dat Wilders in feite een internationale reputatie heeft. Internationaal. Dat hij deze dingen wel aan de orde stelt. Daardoor een enorme hoop jihadistische aandacht krijgt. Al 20 jaar in een beveiligingsregime zit. Wat zich in niks onderscheidt van een daadwerkelijke gevangenis. En dan nog komen de mensen uit Pakistan om Wilders te vermoorden. En een van die mensen zit ook in een Nederlandse gevangenis, zit er een straf uit van 12 jaar. Hè? En onlangs is er nog een Pakistaanse cricketspeler geweest die heeft opgeroepen tot het vermoorden van Wilders. Dus het is helemaal niet onder controle. Ja, misschien een beetje hier in Madurodam, maar internationaal gezien. Nou, jullie gaan een heilige oorlog voeren tegen 2 miljard mensen. Nee, we gaan er gewoon een beetje verstandig over nadenken. Helemaal geen heilige oorlog. Het is gewoon common sense. Nee, want ik wil wat dat betreft toch die internationale dimensie even erbij pakken. Een hoop van dit soort ideologie die komt uitgedragen door de moslimbroederschap. Juist. En dat zijn in islamitische landen, zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, verboden. Precies, verboden organisaties. Verboden. Want die zeggen, ja, dit zijn zulke extremisten met die ideeën. Die willen wij hier niet. Ja, dus het zijn juist in islamitische landen nemen ze wel de maatregelen. Ja, en hier niet. Ja.
Ja, ik moet zeggen... Zijn die maatregelen succesvol in die islamitische landen? Die zijn... ik kan je verzekeren... Zouden ze daar ook een Job Cohen kunnen gebruiken? In Saoedi-Arabië gaan ze geen thee drinken. Nee. Nou, en het lukt al 80 jaar heel goed om het islamisme daar te onderdrukken. Niet waar? Nou... Ja, daar doe je een beetje spottend over. Maar dat doen ze daar misschien een klein beetje beter dan hier. Ik denk het niet. Met gewoon maar een beetje accepteren en zeggen... Ach jongens, dat hoort er nou eenmaal bij. Laten we hopen dat het vanzelf ophoudt. Wat? Er zijn forse aanslagen in die landen juist. Ja, heb je ook wel aanslagen. Daar heb je gelijk in. Maar goed, ik vind het onaanvaardbaar dat wij dit in dit landje dit niet kunnen adresseren. En zelfs geen ideeën kunnen ventileren. En dat heeft ook te maken met die boeken die tot op de dag van vandaag verschijnen. En zoals. Veel aandacht geven. Wij krijgen de ministers van Justitie die we verdienen. Aanslagen, ze weten wel wat het probleem is. Ja. Jawel. Ze weten daar wel en ze benoemen het. Dat is waar, maar als dat je veel aanslagen oplevert... is de vraag of dat nou een fijne strategie is natuurlijk. Ja, maar als je omkomt bij een aanslag, inshallah. Hè, dat is dan Gods wil. Alleen in ben je een martelaar. Oost-Centraal-Europa heb je geen aanslagen, maar dat is ook interessant, hè? Nee, want daar hebben ze geen cultuurmarxisme gehad. Ook niet. Maar ze hebben ook veel grotere economisch marxisme overwonnen. Cultuurmarxisme nooit geweest. Ja. Heb je niet. Goed punt. Ja. Maar goed, Roemenië heb je geen aanslagen. Roemenië heb je geen aanslagen. Helemaal niks. Het is iets voor West-Europa. Die is de target omdat die hun eigen identiteit kwijt zijn. Het eigen niet meer weten. En je heel veel van die hele slappe politici aan het roeren hebt. Je veel meer moslimimmigratie hebt in West-Europa. Ook. Maar in Frankrijk is het nu anders. Frankrijk ontwikkelt nu beleid echt. Die komt echt met wetgeving. Het is laat. Misschien te laat. Maar succes, jongens. Succes. Ja. Wat ben jij zo gelaten? Als politicus moet ik ben niet gelaten. Ik ben niet, nee. Als dat beeld nu ontstaat, is dat niet. Ik ben niet gelaten. Nee, ik had wel echt met power gewoon moeten gaan voor die Nederlandse samenleving. Ja. Juist als vanuit de politiek. Mm. Ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. Dat we, dat de kijker en de kiezer ook echt weet dat we daarvoor staan. Ja. Dat is ook echt zo. Mm. Wij zijn degene die echt die kritiek hebben. De echte kritiek op het beleid wat de afgelopen 20 jaar gevoerd is. Dat het gewoon zo niet kan. Ja. Nee, eens. Maar je moet ook wel met de feitelijkheid rekening houden. Het is niet 20 jaar geleden, maar het is nu. Ja. Dus het arsenaal aan mogelijkheden om daar iets tegen te doen is veranderd. Dat is ook zo. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet desniettemin een strijd kan voeren. En als dat betekent, een heel concreet voorbeeld, dat je door bepaalde internationale verdragen, het Europese Hof van Justitie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, als die jou belemmeren om je grenzen te sluiten of om gezinshereniging te beperken, dan zeg je dat verdrag op. Juist. Dan zeg je dat gewoon op, klaar. Maar zelfs binnen de rechtsregels van vandaag kun je al veel meer doen dan wij überhaupt doen. Er is grote politieke onwil. Ja, precies. En ik vind dat wij expliciet kunnen uitdragen dat bij ons die politieke wil er absoluut is. Ja. Nee, dat is duidelijk. Daar ben ik het strikt mee eens. En ik ben het ook mee eens dat in mijn these, zeg maar, mijn poging om de tegenstander te begrijpen en van zijn beste kant te laten zien, niet te verklaren is dat al die lui toch nog steeds positief zijn gebleven over voortgaande massa-immigratie. Dus waarschijnlijk is dit helemaal niet hun analyse geweest. Van ja, je kunt niks doen. Waarschijnlijk is hun analyse meer instinctief conflictmijdend geweest. Waar ze gewoon verlamd van angst en zo. Ja. Maar wat je natuurlijk had moeten doen is onmiddellijk gewoon de grenzen dicht. Remigratiebeleid. Inderdaad, al die radicale moskeeën aanpakken en sluiten. En een soort stealth benadering. Een aparte taskforce oprichten. Die geheime orde die dat allemaal een beetje oplost. Zonder dat iemand het doet. Now you're talking. Ja, en dat viel me ook tegen van de kunstenaars. Dat zij dat dus niet benoemden, zeg maar. Hè? Maar dat de officiële lijn in de politiek plat blijft, dat begrijp ik ook wel. Dus je hebt het nu net over... Nee, je hebt het net over Arthur van Amerongen. Ja. Als je dus nadenkt, en dat is heel interessant. Er zijn dus van al die kunstenaars, al die kritische kunstenaars... en wat hebben ze allemaal overal een grote mond over. Er is eigenlijk één Nederlandse schrijver geweest... en dat is Arthur van Amerongen. Absoluut. Die een paar boeken heeft geschreven. Urabia. Safari Urabia, heel goed boek. Dat is een geweldig boek. Ja. En die was er eigenlijk
ik ook al redelijk vroeg bij. Ja, die heeft echt zijn nek uitgesproken. En zo zijn er een paar mensen die dat ook al in 2004 hebben aangekaart, dit probleem. In mijn minder bescheiden momenten, dan zeg ik ook wel eens dat ik er één van ben. Maar dat zal ik hier even achterwege laten. Maar het zijn maar een paar mensen. Het zijn maar een paar mensen geweest. Maar eigenlijk, als ik het tot een synthese probeer te brengen... Ja. Waar wij volgens mij over van mening verschillen, is de vraag of dit soort retoriek goed is of niet. Ja. Want ik denk dat dit wel nuttig is. Stel dat wij aan de macht zouden zijn geweest. Nee. 2 november 2020. Nee, het is alleen vreselijk. Het is alleen niet nuttig. Er was geen synthese. Dit is een laat me even afgaan. Paul, wij kennen elkaar al heel lang. Stel nou eens dat je op 2 november 2004, 3 november word je wakker. En je besluit al die dingen te doen. Immigratiestop, remigratiebeleid, aanpakken van jihadisme met allerlei benaderingen. Als je hebt een hard beleid, dan nog denk ik dat je dit soort softe teksten wil publiceren. Maar dan moet er ook ruimte voor zijn. Je hebt een rookgordijn nodig. Nee, maar je kunt dat nooit in de openbaarheid doen. Nee, maar los daarvan. Maar moet je naar die 98% hè, die... Nou, misschien heb je het na 20 jaar opgelost. Maar we hebben 20 jaar lang het tegenovergestelde gedaan van oplossen. Maar 98% is gematigd. Naar die 98% kan je juist... Omdat je aan hun neefje komt. Nou goed, dan nog zijn er grote groepen die hier naartoe gekomen zijn... die echt zeg maar een soort innerlijke interpretatie van de islam hebben. Waarbij ze zeggen, die jihad is een innerlijke jihad... waarbij ik strijd tegen mijn eigen innerlijke vijand. Mm. Dus er is wel degelijk ook een hele groep naar Nederland gekomen destijds... die een heel andere interpretatie had een andere interpretatie had van de islam. Ja. Waar je gewoon de hand naar kan uitsteken en kan zeggen... jullie worden ook bedreigd, want jullie vrijheid... Jullie, de tolerantie die we hier in Nederland hebben... die wordt door die jihadisten fundamenteel voor iedereen bedreigd. Dus je had wel degelijk op twee sporen kunnen acteren. Een handreiking naar de ene groep... en gewoon een ijzeren vuist naar de andere. Ja, ben ik helemaal met jou eens. En het punt is dat ik dus bang ben dat er dus... Kijk, dus dat boek van Buurma en het boek van Mak... dat gaat uit van wat ik dan noem de eigen schuldtheorie. Dus die zeggen, ja jongens, eigen schuld. Die Van Gogh, die deed al, had hij maar niet moeten zeggen. Ja, Piet Hein Donner, minister van Justitie. En dat is exact hetzelfde bij politici die worden bedreigd. Ja, eigen schuld, dan moet je maar geen controversiële uitspraken doen. Klopt. Dat is natuurlijk echt, dan wordt het dus steeds erger. Van kwaad tot erger. Nee, dat is waar. Ja, precies. En dat zag je dus ook bij de kunstenaars. Hè, dat ze zichzelf gingen censureren. En aan de ene kant kwamen ze daarmee... Nou ja, om niet in conflict te raken met de linkse groegemeente. En aan de andere kant ook om niet in conflict te raken... met moslimgemeenschap of radicalere elementen die zich daarin bevinden. En dat was mijn bezwaar dan. Maar dat is ook de dood van cabaret geweest, mij betreft. Ja, dan zeg je wel wat. Sinds die tijd is er ook vanuit mijn optiek helemaal niks meer aan. Met uitzondering van Hans Steeuwen tot een bepaalde hoogte. Nou ja, Hans Steeuwen heeft vreselijk zijn beste tijd een beetje gehad. Maar misschien komt hij terug, je weet het nooit. Nou. Maar Joep van het Hek bijvoorbeeld was tot die tijd ook een genot. Maar al die mensen zijn zo zichtbaar en zelf censuur gaan doen. Dat was gewoon tenenkrommend. Ja. Jongens, we hebben post. Over de apartheid heb ik een uitspraak gedaan bij een vorige bijeenkomst. En Frank Horlings wil weten wat daar nou precies van vindt. Ja, het is natuurlijk een tragedie geweest voor de zwarte bevolking en de blanke bevolking in Zuid-Afrika. Hoe dat allemaal gegaan is. En het punt dat ik maakte ging over België, waar twee volkeren, of misschien wel drie volkeren samenleven. Dat gaat ook niet echt goed. En Willem-Frederik Hermans had een keer het boek van Het Verdriet van België van Hugo Claus had hij op een tafel liggen. Was hij net terug van een reis door Zuid-Afrika. En toen zei hij dat België, er zijn twee volkeren die heel dicht bij elkaar zijn. Het was zo'n dik boek over het verdriet van België. Kun je nagaan hoe moeilijk het wordt in Zuid-Afrika. Ik denk dat de situatie nu in Zuid-Afrika voor het overgrote deel van de mensen, zwart of blank, maakt allemaal niet uit, veel slechter is dan 20, 30 jaar geleden. Geldt ook voor heel veel voormalige koloniën. Dat betekent niet dat je voor ongelijkheid hoeft te zijn als je dat constateert. Maar het is niet goed. Het is niet op een goede richting, zullen we maar zeggen, Zuid-Afrika. Het zit niet op een goed pad.
Ja, het wordt steeds erger natuurlijk. En er is heel veel. Er zijn nu meer rassenwetten dan ooit in de apartheid zijn geweest. Omdat er enorme anti-blanke discriminatie is. Nou ja, dat wil ik zeggen. Er is nog steeds apartheid, maar dan op een andere manier. Andersom. Ja. Andersom. Hallo Thierry Ralf. Menig keer heb ik jullie horen spreken van een groot Nederland. Dit zouden de 12 provincies plus Vlaanderen zijn, geloof ik. Hoe groot schatten jullie daarvoor draagvlak in Nederland en in Vlaanderen? Dat is een interessante vraag. Heb je daar iets over te zeggen? Jij woont in Vlaanderen. Ja. En Vlaams Belang is daar ontzettend groot. En die hebben altijd gestreefd natuurlijk voor een onafhankelijk Vlaanderen. Schuine streep. Een groot Dietsland, hè, zoals het dan met hele foute bewoordingen volgens mij heet. Daar is draagvlak in ieder geval in Vlaanderen. Oh, leuk. Daar is draagvlak. Daar is absoluut draagvlak voor. Wat heel veel mensen niet weten in Nederland. Want het is heel raar, hè, want de berichtgeving in Nederland over de situatie in Vlaanderen is heel beperkt. Maar Vlamingen worden op allerlei manieren, waaronder, dan moet je maar eens opletten als je door België rijdt, waaronder door van die flitspalen op de snelwegen enorm onderdrukt ten opzichte van de Wallonen. Er staan iets van 3 keer zoveel flitspalen in Vlaanderen dan in als in Wallonië. Ja, dat is echt waar. En jij lacht, maar dat is een heel symbolisch iets voor de wijze waarop dat land gewoon ongelijk is. Vlamingen zijn economisch krachtiger dan de Wallonen, maar die betalen eigenlijk voor het socialistische systeem dat voor de Wallonen is ingericht. Walen, de Walen, ja. Je wilt de Walen er wel bij. Nee, ik wilde Vlamingen erbij. Ja, nou okay. Er is natuurlijk ook eigenlijk, je zei het verdriet van België, maar er is natuurlijk geen België. Nee. Er is Frankrijk wilde tussen. Ja, maar het is Vlaanderen met een eigen parlement, Wallonië met een eigen parlement, Brussel met een eigen parlement. En dan hebben we nog een federale regering, maar die gebieden, en zeker als je kijkt naar Vlaanderen en die Vlaamse nationale identiteit, die is gewoon supersterk. Er is geen Belgische identiteit. Maar er is toch geen sprake van een serieus verlangen om zich te verbinden met Nederland, anders dan betere relaties, dat is natuurlijk altijd van belang. Maar om werkelijk tot één groot Nederland, of groot Vlaanderen, hoe je het wil zien, te komen, is daar werkelijk een grote push voor in Vlaanderen? Er is een draagvlak. En dat is iets anders dan dat daar een krachtige activistische mentaliteit voor is. Er is een zeker draagvlak. Maar de basis begint bij onafhankelijk Vlaanderen. Ja. En dan vervolgens kijk je naar die Nederlanders. En als ze daar te gek zijn met wat ze aan het doen zijn, dan kan je daar maar beter niet bij gaan. En als je kijkt naar de belasting in Nederland, dan kunnen ze het maar beter helemaal niet. Nou ja, precies. Ik zou daar toch wat second thoughts over hebben, denk ik, als Vlaming. Om dat nou als optiek. Ja, maar wij zijn ook trendsetters daarin. Hè? Dat moet ook groeien. Dus tussen het moment dat Theodor Herzl zijn idee van een Joodse staat poneerde en de vorming van Israël, zat ook 50, 55 jaar. Oké. Okay, nou, dat over dat soort termijnen. Kijk, wij kunnen ook. Maar ik Rothschild denk interesseren voor. Ja. Hey, Diede Klinkenberg heeft meegedaan aan onze Forum Gitaar prijsvraag. Zoals jullie weten hebben wij een Forum Gitaar gekregen van een van onze trouwe kijkers. En onze kijkers mogen filmpjes insturen van hun gitaarspel. Ik weet niet of we er al naar kunnen kijken, naar Diede Klinkenberg. Want ja, elke week nomineren we dus iemand. Maar ik weet niet of de techniek dat heeft klaarstaan. Wauw. Geweldig. Oké. Thierry, een paar maanden terug zag ik wel eens gymvideo's van je op Instagram voorbij komen. Maar ga je eigenlijk nog wel eens naar de sportschool? Sportieve groet, Jens. Nou, die vraag ga ik niet eens beantwoorden. helaas te weinig. Ik heb wel gisteren nog getennist. Kobe, misschien is een weggeefactie leuk om de webshop te lanceren. Ik zit al een tijdje te azen op die wijnglazen. Dat is een goed idee, Kobe. We gaan een weggeefactie doen. We zorgen dat er 2 glazen jouw kont op komen. Want ik vind het zo leuk dat je het voorstelt. En inderdaad, foruminsight.nl.
Daar kun je alle artikelen vinden. We hebben truien. We hebben binnenkort ook wijnen van Ralf die we hier drinken. Die kun je dan thuis bestellen. Tot slot, Frank. Nikki Haley wordt door veel Amerikaanse rechtsconservatieven als onbetrouwbaar gezien. Hoe kijken jullie hier naar, Marcel? Ja, het is voor zover ik weet staat zij op die lijst van Young Global Leaders van het World Economic Forum. Dus dat zegt natuurlijk eigenlijk genoeg. Zij is een soort dolk in de rug van Donald Trump. En ze gaat het niet redden. Als ik nu kijk naar die uitslagen van die voorverkiezingen. Yeah, yeah. Hè, van die primaries voor de presidentskandidaat van de Republikeinen. Dan komt ze nergens in de buurt van Donald Trump. Dus het is denk ik een opzetje vanuit de Democraten om haar te sponsoren. Er zijn ook democratische geldschieters die geld geven aan haar. Om Trump in de wielen te rijden. Precies. En dat gaat nergens toe. En wat verwacht je eigenlijk van Bobby Kennedy, Marcel? Want jij volgt Amerika op de voet natuurlijk. Je bent ook Europarlementariër. Ja. Dus wat ik een interessant bericht vond afgelopen tijd, is dat het team van Trump Robert Kennedy Jr. heeft benaderd om als vice president mee te doen in de campagne van Trump. En dat vond ik eigenlijk een hele goeie. Dat vond ik een ontzettend goed idee. En dan heeft Kennedy gezegd van daar ga ik nou niet gelijk voor. He, dus hij is een beetje onafhankelijk bezig. Maar dat zou ik een ontzettend goede combine vinden. Dat zou misschien wel de combinatie zijn die eindelijk eens een keer weer dat ontzettend verdeelde Amerika een beetje bij elkaar gaat brengen. Maar is er echt sprake van? Want ik heb veel van die speculaties gelezen. Maar is er werkelijk sprake van dat team van Trump dat heeft voorgesteld? Ja. Want dat zou een echte doorbraak zijn. We hebben hem samen ontmoet, hè, Ralf? In Nashville, Tennessee. We hebben Trump net gemist toen. Maar, ik zou dat wel pushen. Om die combine te maken. Maar dan krijg je echt een anti-kartel presidency. Dan krijg je een Witte Huis dat helemaal gericht is op het doorbreken van BlackRock, waar Kennedy het heel veel over heeft. Big Pharma. Maar Trump wil natuurlijk het militair-industrieel complex ontmantelen. Het media-machtssysteem, dat toch wel heel bevooroordeeld ook in Amerika heel gekleurd is, waar Tucker Carlson heel veel over heeft gezegd, andere mensen. Dan zou je echt iets bijzonders kunnen krijgen. En dan denk ik dat het ook weer uitstraling heeft naar Europa. Ik ben er wel heel hoopvol over. Ja, dat zou ontzettend goed zijn. Dat is echt drain the swamp. Denk je dat jij zit natuurlijk in Brussel met al die mensen. Daar zijn ze denk ik ook echt bang voor, of niet? Daar zijn ze absoluut bang voor. Ja, ze zijn ontzettend bang voor de verkiezingen die in dit jaar, 2024, november, plaatsvinden. Dat is niet alleen maar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dat zijn ook die Europese verkiezingen die eraan zitten te komen. 6 tot 9 juni is de verkiezing. Ja, ja. In Nederland op 6 juni, donderdag 6 juni. Het is meestal op een woensdag de verkiezing, maar dit keer op een donderdag. Ja. En de boeren die zijn alvast een voorschot aan het nemen op de uitslag, geloof ik. Hè? Die zijn overal. Was jij in Brussel? Want Gideon was er. Die zei het was een oorlogsgebied. Ja, ja, als je ziet, het Europees Parlement die heeft een plein daarvoor. Dat heet Place du Luxembourg. Luxemburgplaats. Daar verzamelden zich al die trekkers. Daar is brand gesticht. Dus er waren rookwolken, brand. Er stonden op gebied van het Europees Parlement. Dat is ook nog een soort bestraat pleintje, als het ware. Met zoals de Sint-Pietersplein van die bogen waar zich mensen kunnen verzamelen. Dat zag helemaal zwart van de ME. Die daar met waterkanonnen die boeren van dat stuk aan het van het Europese Sint-Pietersplein aan het spuiten waren. Ja. Dus het was echt een heel duidelijk signaal vanuit de boeren. Maar dat Europese establishment, dat is ontzettend bang voor Duitsland, waar de AfD het heel erg goed doet. Dat is bang. Die toespraak. Ja, dat is bang voor Frankrijk. Dat is bang voor Italië. Dus dit dreigt dus echt een ruk naar rechts in dat Europese parlement te komen. Ik vind dat wij daar ook weer moeten komen. En de peilingen, of de Tweede Kamerverkiezingen waren iets minder gunstig. Maar iedereen die strategisch gestemd heeft, wil ik nu toch weer zeggen, stem gewoon op FVD, zorg dat wij er weer zitten. Want dan maken wij deel uit van die ruk naar rechts. Waardoor naar mijn verwachting, uiteindelijk
toch wat gedaan gaat worden aan die vreselijke globalistische politiek. Want dat is het. Het is gewoon een EU-verlengstuk van die democraten in de Verenigde Staten. Allemaal als een idioot aanrennen achter die belangen van de Verenigde Staten om lekker oorlog te voeren in Oekraïne. En dan moet weer 50 miljard van de EU naartoe. Die massa-immigratie blijven faciliteren. We hebben een Frontex, dat is de EU-douane, zou je kunnen zeggen, die daar de grens moet bewaken. Die fungeert als pendeldienst. Dat is een Nederlander trouwens. Die daar de baas van is. En die gewoon zegt van ja, nee, maar we kunnen niet terugsturen. Dat is allemaal niet volgens de regels. IJssels. En als arme zielige mensen voor de kust van Afrika dobberen. En nog niet eens voor de kust van Italië dobberen. Of bij Griekenland in een rubberboot zitten. Nee, ze zitten daar op 5 kilometer van de kust van Libië. Die gaan we met onze boot allemaal ophalen. Nee, dat is wat onze grensbewakingsorganisatie op dit moment doet. Ja, je kan je voorstellen als er een swing is naar rechts in Europa. En dat is dan zowel in het Europees Parlement als op regeringsniveau. Ja, zeker. Want dat is minstens zo belangrijk. Want we hebben een raad van ministers waar ook nog een final say is. En waar een blaaste goedkeuring wordt gegeven op het beleid. Als daar een ruk naar rechts plaatsvindt en Orbán in één keer met een stuk of 10 vrienden zit, ja, dan krijgen we wel echt een ander beleid in Europa. Ja, nu is het zo dat die 50 miljard bijvoorbeeld, Orbán had een andere visie op die buitenlandse politiek. En die moet dan echt met armtwisting zover gebracht worden. Hè? Want er waren gewoon dreigementen. Daar is in om zijn Financial economie Times kapot te maken. Ja, in de Financial Times een verhaal over verschenen. Dat is gewoon een lek, volgens mij, uit de binnenste gelederen van de commissie. Ja. Om hem, om het Hongaarse publiek zo zwaar onder druk te zetten dat Orbán dan moet worden gewisseld of iets dergelijks. Dus hij heeft nu toch maar toegegeven, begrijp ik. Ja. Dus ik zal maar, ik kan je in ieder geval zeggen dat ik deel wil uitmaken van die ruk naar rechts en daar keihard achter sta. Dus laat maar komen. En die remigratie is daar een belangrijk deel van. Wat verwacht je van de formatie in Nederland eigenlijk? Heb je daar iets van gevoel bij? Want je bent ook in het verleden wel betrokken geweest bij de PVV. Ja, nou ja, wat ik zie is dat op een heleboel toch controversiële onderwerpen en nu afgelopen week weer stikstof. Ja. Waarvan wij zeggen, ja jongens, die norm die 200 keer lager ligt dan in Duitsland, waar wij de boeren mee kapot maken. Daar begint nu de PVV, ik moet het helaas toch constateren, ook weer te draaien. Dus op al die dingen zien we een PVV draaien en dat heeft voor de formatie gevolgen, namelijk dat coalitie van PVV met het sociaal contract en BB, dat die gewoon echt weer een stap dichterbij komt. Is dat goed nieuws? En dat is normaliter, zou ik zeggen, perfect. Dan hebben we ook alweer wat rechtse beleid in Nederland. Maar als die draaien zo diep gaan, als dat zo ver, dit zijn mijn kroonjuwelen, nou ja, hier, voor de macht krijg jij ze. Ja, weet je, dan heb ik er geen goed gevoel bij. Dan zeg ik van kiezer, kom op, open die ogen, want dit gaat niet de goede kant op. Dus die druk moet er blijven. Dat zij niet te veel weggeven. Ja. Ja, Paul? Ja, hopeloos. Ik mag ik nog even aanslaan op die bootjes daar op die Middellandse Zee. En die Nederlander die de basis van Frontex, die heeft een interview heeft die gegeven, hè? In een Duitse krant, Welt am Sonntag, dacht ik. En dat is ook via de site Nieuw Rechts is dat nog naar buiten gekomen. En ik heb dat interview eens gelezen. Je weet toch niet wat je... Het is toch verbijsterd. Ja. IJsland heet hij toch? Het is verbijsterd wat zo'n man zegt. Die zegt dus doodleuk van, ja, tuurlijk, we moeten dat natuurlijk controle, we moeten dus tegenhouden. Maar ja, dat kan niet altijd, hè.
En we kunnen ze niet terugduwen, kunnen we ze eigenlijk niet. Dat is een strijd met de mensenrechten en dat is een strijd met goed bestuur. Nee, maar hij heeft het meer over accommoderen. Hè? Ja, hij, dus ja. Er is helemaal geen... Dus die faciliteren. Ja, faciliteren. Zelfs dat noemt dus u volgens mij. Dus die Middellandse Zee is helemaal geen... Wat in feite een natuurlijke grens is. Hè? Dat is helemaal geen grens. En de man die het moet bewaken, die grens, die zegt eigenlijk... Ja, dat, hè, een beetje het standpunt van de muurschutters op de Berlijnse muur. Ja, we schieten niet. Hè? Ja. En dat was natuurlijk toen, nu... Als je erop terugkijkt, denk je, ja, dat is met die Berlijnse muur misschien mooi geweest. Maar in dit geval, hij die pushbacks mag niet. En de vergelijking gaat helemaal niet op, want dit is een verdienmodel. Jawel. Er zijn mensensmokkelaars die verdienen aan gasten op een boot zetten. Ja. En er zijn in Europa, ook in Nederland, meer dan genoeg advocaten... die ongelooflijk de zakken vullen met illegale verdedigers. Ongelooflijk. Burgemeesters, die krijgen nog weer even extra geld. Als ze extra asielzoekers opvangen. Ja. Het is één groot verdienmodel. Ja, het is verschrikkelijk. Maar als jij als Nederlander je energierekening niet meer kan betalen... dan is dat geld helaas naar Oekraïne, naar immigratie... of naar kunstvlees of andere onzin toegegaan. Echt, kom op, jongens. Ja. Ja, dat is wel waar. En de grootste kunstvleesproducent zit in Nederland. Dat dan weer wel. Ja, dat vind ik dan wel weer economisch. Kunstvlees. Jongens, dit was Forum Insight. Dus heb ik nog iemand iets ter tafel wil brengen? Nee, het was een hele leuke uitzending. Stilte in de stad. Jawel. Stilte op tafel. Heel veel dank voor het kijken. Tot volgende week.